Het is een work in progress, zoals je ziet. Hier komt een grote oven van klei en vuursteen. En die gaat deze hele ruimte verwarmen. En we hebben iedere dag dan pizza's of andere lekkernijen. Hier komt een verticale muur. We hebben vissenbakken. De vissen die geven eigenlijk de bemesting aan de planten. De planten die zuiveren dan het water. Die nemen de voedingsstoffen op. En de vissen die krijgen het dan weer schoon terug. En die kunnen ook nog aan het einde van het jaar opeten. Andere restaurants gebruiken de kraan, maar het water hier komt van het dak en wordt gezuiverd. En energie komt van zonnepanelen. Menno doet het allemaal voor de bewustwording. Voedsel is eigenlijk de link tussen de mens en de natuur. En het is de enige manier op dit moment waarop mensen nog contact kunnen maken met de natuur. De mensen worden in de stad heel erg vervreemd. Terwijl er eigenlijk best wel veel natuur nog is. Alleen de mensen kennen het niet meer. En heel veel natuur kun je eten. Menno ziet voedselverspilling als een groot probleem en probeert met dit initiatief overconsumptie tegen te gaan. Er zijn heel veel beesten die door professionals worden afgeslacht omdat ze in de weg zitten. Zoals inderdaad ganzen op Schiphol. En eigenlijk doen we daar niks mee. Dat is ook zo zonde eigenlijk. Dat ze gewoon afgeslacht worden, niemand weet het. En heel goed vlees wordt eigenlijk weggegooid. De kaskantine mag hier maar een jaar blijven staan, maar Menno heeft een droom. Het doel is eigenlijk om aan te tonen dat off the grid, dus niet aangesloten zijn op nutsvoorzieningen, dat je alles zelf kan regelen, dat dat mogelijk is in de stad of aan de rand van de stad. En dat uiteindelijk een aantal duizenden mensen op zo'n manier kunnen leven, bijvoorbeeld in gemeenschappen. Dat is voor nu nog allemaal toekomstmuziek, maar vanaf morgen kan de gemeenschap hier al terecht voor de eerste broodjes en soep.